In deze video leer je hoe je categorieën in Outlook kunt gebruiken, hoe je de namen kunt wijzigen en waar je de kleurtjes precies kunt instellen. Categorieën is een hele handige functie in Outlook die je helpt om meer overzicht te creëren in je takenlijst of in bijvoorbeeld je postvak in of in je agenda. Je kunt je agenda bijvoorbeeld indelen met kleurtjes, de categorieën, om ervoor te zorgen dat je heel makkelijk onderscheid ziet tussen hey, dit is reistijd, dat is een belafspraak of hey, dit is gewoon een normale afspraak of hey, ik zit in dit pand op dat moment. Nou, daar kun je met kleurtjes allemaal voor zorgen en dat geldt ook voor je takenlijst bijvoorbeeld om onderscheid te maken. Hey, dit zijn dingen die ik vandaag echt moet doen, dit zijn dingen die wat bijvoorbeeld belletjes die ik moet plegen of dit zijn dingen die ik in de trein moet doen of concentratieklussen. Dus nou, laten we even kijken hoe je ze precies kunt instellen in Outlook. Nou, als je kijkt in je postvak in en je gaat naar de werkbalk start, daar sta je meestal standaard al in, dan zie je hier meteen de knop categoriseren. Heb je die knop nou niet, dan kun je ook gaan naar vertel wat u wilt doen en kun je hier het woord categorie intypen of een gedeelte daarvan en dan geeft Outlook jou meteen de suggestie voor categoriseren en dan heb je dezelfde functie hier ook bij de hand. Nou, als je hier, laten we gewoon deze functie gebruiken, want die zie je als het goed is ook meteen in beeld. Als je klikt op alle categorieën, dan zie je dat Outlook jou al standaard een aantal categorieën geeft. Die kun je gewoon van naam wijzigen. Je kunt ze ook allemaal verwijderen door hier op de knop verwijderen te klikken. In dit geval gebruik ik zelf altijd in de agenda reistijd voor blauw of blauw voor reistijd. Dus laten we die even instellen. Geel is in mijn agenda, dat zijn belafspraken. Even kijken hoor. En ik gebruik vaak, even kijken hoor, categorie rood. Dat is meer een iets wat ik in mijn takenlijst gebruik. Gebruik ik voor dingen die ik bijvoorbeeld echt vandaag moet doen. Dus op deze manier kun je door middel van de knop naam wijzigen, kun je de categorieën gewoon een andere naam geven. Je kunt natuurlijk ook hele nieuwe categorieën aanmaken door te klikken op nieuw. En als je klikt op kleur, dan heb je allerlei verschillende kleuren die je kunt gebruiken. Je kunt ook gewoon prima een dubbele kleur gebruiken. Stel je voor dat je ook wat belletjes moet plegen en dat die allemaal op je takenlijst staan. Dan kun je gewoon bijvoorbeeld geel gebruiken voor categorie bellen. Als ik nu op oké druk, dan zie je dat die er nog een keertje in de lijst komt te staan. Welke categorie je ook instelt in Outlook, je ziet ze in je agenda, in je postvak in en in je takenlijst. Dus het maakt niet uit waar je ze instelt, het zijn eigenlijk allemaal dezelfde categorieën in heel Outlook. Nou, ik merkte dat ik dat zelf vrij onhandig vond en dat ik het irritant vond dat er niet echt een goed onderscheid te maken was tussen welke categorie gebruik ik nou in mijn agenda, welke categorie gebruik ik nou op mijn takenlijst. Dus daar heb ik even een trucje voor bedacht en die wil ik je even laten zien. Nou, reistijd en belafspraken zijn dus twee dingen die ik in de agenda veel gebruik. Dus wat ik heb gedaan is bedacht van oké, hoe kan ik daar nou goed onderscheid in aanbrengen door bijvoorbeeld een A van agenda voor het woord reistijd te zetten. En dat geldt ook voor naamwijzigen, A voor belafspraken. Nou, vandaag is dus een categorie voor mijn takenlijst, dus ik kan daar bijvoorbeeld de T van takenlijst voor zetten. En dat geldt ook voor de categorie bellen. Dat is eigenlijk ook een ding voor in mijn takenlijst. Nou, ik gebruik zelf geen categorie in mijn postvak in, maar mocht je dat nou wel willen gebruiken, kun je bijvoorbeeld zeggen, hey, groen, dat is een categorie voor mijn postvak in. Dan zet je daar een i'tje voor van bijvoorbeeld postvak in of je inbox. Dus ik gebruik zelf dus geen categorie, dus ik noem hem even test. Als voorbeeldje, mocht er nou categorieën zijn die je wil verwijderen, dan kun je natuurlijk altijd op verwijderen klikken. Je krijgt dan ook een melding van Outlook en dan druk je gewoon op ja en dan is die verwijderd. En dan krijg je gewoon een clean lijst met alleen de relevante categorieën voor jou. Dus op deze manier kun je onderscheid aanbrengen in categorieën tussen je takenlijst, je agenda en je inbox. Verder is het goed om te weten dat je superhandige functie, dat je nog een sneltoets kan hangen aan categorieën. Er zijn wel maar een beperkt aantal sneltoetsen die je kunt gebruiken en Outlook heeft er een aantal voor je klaargezet. Nou, ik sta nu op de categorie bellen. Stel je voor dat ik die zou willen gebruiken op mijn takenlijst, dan kan ik hier Ctrl F2 kan ik hier instellen. Bijvoorbeeld voor vandaag kan ik zeggen, nou, Ctrl F3. Dus je kunt in principe voor iedere categorie die je hebt, kun je een sneltoets instellen. Je hebt natuurlijk maar maximaal, F2 tot en met F12, dus 10 sneltoetsen die je daarvoor kunt gebruiken.
Als je vervolgens op oké drukt, dan staan deze categorieën nu ingesteld. Nou, ik stond dus nog op een categorie, stond nog geselecteerd, dus die wordt ook meteen aan het mailtje toegekend. Maar er staat wel een T bij van nou ja, takenlijst. Dus je kunt hier rechtermuisklik kun je doen. En dan kun je, als je de categorie aanklikt, kun je hem gewoon weer verwijderen. En je kunt natuurlijk altijd weer nou ja, bijvoorbeeld deze eraan toekennen. Of als je hier rechtermuisklik op drukt, kun je natuurlijk ook weer een mailtje categoriseren op deze manier. Nou, ditzelfde geldt voor in je agenda. Ditzelfde geldt ook voor in je takenlijst. Stel je voor dat ik nu de sneltoets Ctrl F2 zou gebruiken. Dan zie je dus dat het mailtje meteen een gele categorie krijgt. Zoals ik die past bij de sneltoets die ik heb ingesteld. Het kan zijn dat je op dit moment de werkbalkcategorieën niet ziet in jouw Outlook. Nou, die kun je dan eigenlijk heel erg makkelijk toevoegen door met je rechtermuisklik ergens op deze werkbalk te klikken van waarvan onderwerp ontvangen en dergelijke staat. Nou, je krijgt dan weergave instellingen te zien. Als je op kolommen klikt, dan kun je vervolgens de kolom categorieën toevoegen. Nou, in eerste instantie staat deze hier dan natuurlijk niet. Nou, dan zoek je hem eigenlijk eventjes op in waar die staat. Het staat gewoon op alfabetische volgorde. Je klikt op categorieën, toevoegen en je kunt hem nu op oké drukken. Vervolgens druk je weer op oké en kun je nog even kiezen van oké, waar wil ik dan precies dat die staat in Outlook op deze manier bijvoorbeeld. Dus zo kun je je categorieën ook nog extra weer weergeven in je inbox. Categorieën zijn super handig om te gebruiken. Je weet nu hoe je ze kunt gaan instellen. Veel plezier met het gebruik van de categorieën. Mocht je nog een vraag hebben, kun je die gewoon onderaan deze video kun je stellen. En dan zal ik die vraag voor je beantwoorden of in een berichtje terug of in een van de volgende video's. Tot de volgende keer!